De NEC supportersclub HKN organiseerde onlangs een collecte voor de 12-jarige Noah. Noah heeft een hersentumor en zou gebaat zijn bij een prijzige dolfijntherapie op Curaçao. Hoe is het nu met Noah? Op dit moment is het redelijk stabiel. Hij heeft vorige week wel in het ziekenhuis gelegen. Het vermoeden was dat de tumor aan het groeien was. Gelukkig was dat niet het geval. Ze hebben wel maar spoed een scan moeten maken. En daar is uitgekomen dat hij een fikse ontsteking had in zijn voorhoofdholte en in zijn kaakholte. Dolfijntherapie wordt door de meeste mensen wel een beetje verkeerd begrepen. Het is voor Noah is 10 dagen hard werken. Het is eigenlijk een PMT-training met psychologen en met therapeuten, alles bij elkaar. En dat wordt gewoon op het droge gehouden. Wordt dat met goed gevolg afgenomen, dan mag hij naar buiten met dolfijnen zwemmen en kunstjes doen en dat soort dingen. Bij Noah is eigenlijk het evenwicht een probleem. Dan zit Noah op een vlot en de dolfijn die zwemt rondomheen en die duwt eigenlijk met zijn snuit tegen het vlot aan tot Noah instabiel wordt. Tot Noah eigenlijk gaat leren van ik moet stabiliteit opbouwen. En dat is eigenlijk ook een klein beetje wat de dolfijn aan doet wat de therapie betreft. Ja, ik heb laatst in het ziekenhuis gelegen. Ze dachten dat de tumor was gegroeid. Maar dat was gelukkig niet. Ze hebben wel vocht aan de rechterkant van het gezicht gevonden. En dat blijkt op een voorhoofdholte ontsteken en een kaakholte ontsteken. Eigenlijk moet je tellen op een 10.000 tot 12.000 euro wat je nodig hebt om eigenlijk een therapie te volgen. Bij de volgende thuiswedstrijd van NEC op 26 februari tegen Sparta wordt er opnieuw gecollecteerd voor Noah.